Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Voor de mensen die me kennen, ik ben Sarah Voort. En ik heb vandaag weer een nieuwe weekvlog. Zoals jullie mijn vorige weekvlog hebben gezien, was ik gisteren helemaal naar de Getver. Zonder hoop. Ik heb gewoon 2 dagen bij moeten komen van het weekend. Ik weet niet wat ik mezelf aandoe, want ik ben echt in mijn hol. Want ik ben nu alweer ziek aan het worden. En Isabelle ook. Ik ben met Isabelle. Ik voel me ook niet lekker. We zouden vandaag een 10.000 calorie challenge gaan opnemen, maar we voelen ons gewoon niet lekker, niet fit. Dus het heeft geen zin. Dus ja, dat gaat het niet worden. Dat gaan we even verplaatsen. Daarnaast moet het gewoon een keer doen als ik ook alleen thuis ben. Ja, dat is echt beter. Ja. We gaan nu voor een heel leuk project met mij en Labella. Gaan we naar de groothandel. Maar dat is allemaal een beetje geheim. Dus kan ik nog niet veel over zeggen. Maar binnenkort ga ik er een hele video over maken. En ja, het wordt super leuk. Dus we moeten jullie even in de gaten houden. Maar we gaan dus nu naar World Fashion Center in Amsterdam. Jeuk en leuk. We zijn nu bij de groothandel met Indy en Isabel. Helemaal leuk. Ja. Is wel voor je ziek. Ziek ben ik wel, maar weet je, je moet gewoon werken. Leven gaat door. Nou, we zijn in de groothandel. We hebben allemaal leuke dingen. Maar er komt nog meer. Ja. Superleuk. We zijn nu bij McDonald's. En we hebben lekker vreten. Oké. Het is zo erg. Ja, ik heb lekker een cheeseburger en kipnuggets en patatjes. Hoeveel heb jij kipnuggets? 6. Right, drop, drip. Ik is wel Big Mac menu, ja hoor. Oké. Ik ben terug van de groothandel. Het was super, super leuk. We hebben echt hele leuke dingen. We hebben deze soort tasjes voor de pre-order. Dit is vorige week al allemaal online, dus ik kan het nu gewoon laten zien. Deze pre-order was 24 uur geldig. Dus die hebben jullie helaas gemist. Maar ze komen wel gewoon waarschijnlijk op de website van Labella. Dus wil je nog deze leuke tasjes? Ook in het wit, peach en mint. Super leuk, dus wil je die, kan je ook op de website kijken. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. En ik ga nu lekker eten. We zullen vandaag een 10.000 calorieën challenge opnemen. Maar Isabel en ik waren allebei een beetje ziek en niet fit. En we hadden helemaal geen eetlust. Dus dan heeft het geen zin. Dus ik moet een nieuwe video verzinnen. Ja! Een nieuwe video verzinnen voor deze zaterdag. Ook heb ik een ander pakketje binnengekregen. En daar ben ik heel erg benieuwd over. Dus dat laat ik zo zien, maar ik ga nu eten. Ik heb hele leuke foto's gemaakt voor Labella. Dus heel erg benieuwd naar. En ik ga nu even lekker eten. En ik heb nu echt een super simpele outfit aan. Ik heb gewoon een bikershort. Een dubbel top en een blazer. Jurkachtig blazer erover. Maar ik ga zo eten. Ik ga nu eten, bedoel ik. Oké, ik heb lekker gegeten. Maar ik heb hier het pakketje. Als het is wat ik denk dat het is. Dat weet ik namelijk niet zeker. Ja, dit is wat ik dacht dat het is. Dit is dus een laser. Waar je een laser gun pro. En dit is dus zo'n laser. Waarmee je je haar weg kan laseren. Dus je beenhaar, je okshaar, je bikinilijn. Ja, en dus hoef je nooit meer te scheren, nooit meer te waksen, nooit meer. Maakt niet uit waar jij je scheert, dus dat hoeft dus niet meer. En ik heb deze van jullie mogen ontvangen. En het leuke is dat jullie deze dingen zijn best wel duur. En jullie kunnen met mij een korting krijgen. Dus ik ga dit sowieso uitproberen en mening laten weten. Hier gaat natuurlijk wel een paar weken over tijd heen. Dus ik zou dit sowieso gewoon in mijn vlogs bijhouden. Hoe en wat. Want na 1 behandeling is het natuurlijk niet al weg. Ja, dus met mijn code SARA10 krijgen jullie korting. En ja,
vergeet die dus zeker niet te gebruiken als je dit wil bestellen. Dit is iets wat ik echt al heel erg lang wil doen. Echt iets wat ik echt al heel erg lang wilde doen in een salon of zelf wilde kopen. Maar het is best wel prijzig en ik wist nooit ja, of het nou echt werkte, weet je wel. Zo. Het lijkt me echt gewoon bizar dat je gewoon nooit moet scheren. Maar ik ga het dus gewoon uitproberen. En dit is wat er in de doos zit. Je hebt dus een handleidingboekje. Dan heb je hier het apparaat. En de oplader. Ik ben echt benieuwd. Ik ga even lezen wat hierin staat. Even tussen. Ik heb eindstand niet dit ding maar kunnen gebruiken. Maar ik heb wel een oplader gelegd. Want hij moest dus eerst opgeladen worden. Allemaal, het is vandaag woensdag. En ik ben nu bij mijn opa. Ik ben weer op een oppassen. Ik kreeg ook echt reacties van. Ah, super lief dat je op je opa past en zo. En hoezo moet je op je opa passen? Ja, ik pas sowieso gewoon. Ik wil sowieso gewoon graag mijn opa en oma zien. Ze wonen ook heel dicht bij mij, dus ik kan ze ook makkelijk zien. En mijn opa die is een beetje dement, dus ik kan niet alleen zijn, zeg maar. Dus ik vind het gewoon gezellig met hem te zijn. Zelf snapt hij het niet helemaal, maar niet uit. En ik ga hier zo meteen ook even lunchen met mijn opa en oma. En dan ga ik daarna meteen door naar sport. En vanmiddag moet ik werken, dus drukke dag. En ja, mijn opa is tv aan het kijken. Hij staat heel lang op tv aan. Dus ik dacht, ik ga hier filmen. Zo, hier heb je echt goed licht. Nou, ik zit nu in de auto. Bij Isabel. Want we gaan nu sporten. Weer eens een keer gesporten. Het heet. Tien keer als wel. En ja, ik ben even bang. Dacht, oh nee. Heel kut, dan kom ik het met edit achter. Dan hoor je het geblazen. Dan hoor je mij dus bijna niet praten. Even kijken. Ik heb geen drinken mee. Kut. Where is Isabel? Ja, ik heb geen drinken mee, dus neem jij dat even mee. Ja, ik heb ook maar één fles gevonden. Ja, maar één is goed. Oh ja, ik heb drinken. Oké, top. Ja, is goed. Doei. Doeg. En ja, vanmiddag moet ik dus ook werken. Zo, ik ben weer thuis van het sporten. Ik voel me echt super goed. Ik heb echt, nou, gewoon geen spier meer over. Gewoon omdat ik gewoon maanden niks heb gedaan. En per heb ik voor het laatst gesport. Het is nu gewoon juli. Ik ga douchen en zo, want ik ga natuurlijk zo sport werken. Maar ik ga morgenochtend weer sporten. Ja, want het moet echt. Ik merk echt gewoon dat ik gewoon geen spieren meer heb. En dat ik helemaal stijf ben. Dus het kan echt niet. Dus er moet echt wat aangenaam worden. Maar dood. Het is inmiddels 4:30 en ik moet nu werken. Ik krijg altijd de vraag waar werk je? Ik heb natuurlijk, ik zeg het eigenlijk heel vaak, maar ja, ik heb natuurlijk wel eens vaak nieuwe kijkers erbij. Dus ik zeg het voortaan wel gewoon. Ik werk als verzorger bij de apotheek. En ja, super chille baan. En ik begin minstens gewoon om 4:30, 5:00. Een beetje zelf bepalen en dan ja, tot wanneer je klaar bent eigenlijk. Soms is het 8:00, soms is het 8:30, soms is het 9:00. Maar een beetje tussen 8 en 9 eigenlijk altijd. Ja, het is echt super, super chille baan. Gewoon lekker pakketjes bezorgen, muziekje aan. En ik heb echt super leuke collega's. Ik werk ook met Isabel. Ook al heb je het bijna niet door, want ja, je bent gewoon natuurlijk zelf een auto. Maar ja, daar ga ik nu even heen. En het is echt fucking mooi weer. Dat is echt niet normaal. Ik had echt niet door dat het zo mooi weer was. En ik heb trouwens net even gedoucht. En ik zie er gewoon niet uit. Maar ja, boeien. Ik ga alleen maar werken. Ik zit op mijn werk. Ik ben stiekem aan het vloggen, maar het mag eigenlijk niet. Dit boeit echt niemand. Ik ben ook heel razig. Doei. Oké, ik ben lekker weer klaar met werk. Het is 8:30. Ik ga nu naar huis en ga ik lekker eten. Volgens mij gingen we lekker een salade met zalm eten. En ja, dat ging goed. Zo, ik ben thuis. En ik moest zelf eten, dus ik heb een maaltijd salade met zalm gehaald.
Want we zijn op de healthy tour. Maar dat is helemaal niet waar. Maar ik ga morgen wel weer sporten. Morgenochtend. Dus ja, ben benieuwd. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik slaap nog. Het is vandaag donderdag. Niet dat jullie leuk naar kijken naar een nieuwe vlog. Frank hoor. Ik ben nu onderweg naar de sportschool. Ik ga nu een vieze bal ophalen en het regent. Wat is dit nou weer voor vieze weer? Vandaag willen we een mukbang gaan opnemen. En daarna moet ik werken. En vanavond heb ik de verjaardag van mijn oom. Dus allemaal leuke dingen gepland. En ja, ik zie er niet uit. Ik ben net mijn nest uit. En ik ben fucking moe nog. En ja, that's my life. Maar het is goed. Het is, ik ben goed bezig. Het is 10 uur en ik ga lekker sporten. Dus dat is in ieder geval een heel chill moment om de dag mee te beginnen. Ik heb net alleen even een koffietje op. En dan ga ik zo meteen na het sporten even wat eten. Want ik kan niet eten in de ochtend. Ik weet niet, hebben jullie, sommigen van jullie dat ook? Dat je gewoon niet kan eten in de ochtend. Ik krijg gewoon geen hap door mijn keel. Net denk ik al, als ik 10.000 calorieën ga doen. Ik krijg gewoon geen hap door mijn keel in de ochtend. Ik kan pas vanaf 12 uur een beetje wat eten. En dan begin ik ook pas honger te krijgen. Dus dat wordt nog een dingetje. Ja, we zijn in de sportschool. Verder alles goed. En daar gaat de wereld. Woe, fit girl. Maar ja, zo. Straks gaan we weer eten. Straks gaan we een mukbang opnemen. Ja, maar wel een hele leuke. Wel een leuke en niet ongezond. Het is niet heel ongezond, schijnt. Nee. Zo, ik ben terug van het sporten. En ik ga nu even een shake drinken van met havermelk. En zo'n, ja, hoe noem je dat? Proteïnepoeder. Ik heb deze in vanille smaak. En doe ik gewoon één zo'n scoopje met havermelk. We gaan chic even te bellen, want we weten niet of we moeten bestellen. Of dat we er gewoon helemaal niet hadden gebeld. Ja, eentje hadden we gebeld en die was niet eens open. En ga dat dan nergens staat. Ja. Chica van Wiedemas. Hi, spreek met Sarah. Ik zou graag wat... Sorry? Hallo? Hallo? Ja. Ik zou graag wel wat willen bestellen. Kan ik chiekufte voor twee personen... Hi. Hallo. Hi, ik zou graag chiekufte voor twee personen willen bestellen. Ja, tuurlijk. Ophalen of bezorgen? Ja, ophalen. Oké, wat wil je hebben? Een pakket van 20 stuks of 10 stuks? 20. 20 stuks. Pika, dat pika. Ja, tot zo. Oké, tot zo. Wat de fuck? Werd gewoon 3 keer doorgestuurd naar iemand anders. Ja. Allemaal in hun eigen telefoon of zo. Ja, ik weet het niet. Nou goed. Nou, we zijn dus onderweg naar Amsterdam. Helemaal Amsterdam, ja. Om chicus te halen. Want ze hebben het dus hier niet in de buurt. Nee. En, Nee. Ik ben heel erg benieuwd. We hebben het altijd voorbij zien komen op YouTube. En ja, we wilden gewoon een mukbang opnemen met iets wat we nog nooit gegeten hebben. Want dit is altijd sushi, McDonald's. En kijk, nee, het schijnt best wel gezond te zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Dus ja, let's go. Joe. Nou, we hebben het dus opgehaald. Oh my god. We zijn echt heel benieuwd. Ja, man. We zijn gewoon een half uur gaan rijden voor dit. Dus ja. Laat alsjeblieft een beetje smaken. Nou, dit ziet er zo uit. Zo'n wrap krijg je. Of er zitten een paar wraps in. Wraps. Een sausje. Sausje. En dan dit. Dat wil ik zo zien. Dit is dus een chicuft of zo. En dan krijg je een sla met citroen en munt en weet ik het allemaal. Dus we zijn heel erg benieuwd. Moet het iets meer ingezoomd? Ja. Oké. 3, 2, 1. Hoi allemaal, leuk dat
voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik ben klaar met eten. En oh my god, ik heb zo fucking veel honger. En ik ga nu meteen door naar de verjaardag van mijn oom. Dus ik ben bij de McDonald's. Echt heel erg. Ik heb een kip 6 besteld en een cheeseburger. Gewoon even iets, twee kleine dingetjes. En mijn camera is bijna leeg. Maar ik ga het even zo eten, want ik stik van de honger. Ik ben echt nog nooit in mijn eentje naar de McDrive geweest. Dit is echt wel heel erg. Zeg maar, als je in je eentje gaat, dan... Ja, dit is gewoon mijn avondeten. Ik moet wel. Oh, ik kan niet wachten op mijn kipnugget. Ik ga het even snel opeten, jongens, want ik moet naar de verjaardag. Maar... Nogmaals, het is vandaag op zaterdag. Ik heb geen tijd, want ik moet nu weg. Ik moet mijn mascara ook nog doen. Ik ga naar het strand met mijn broer en zijn kind. Ik heb dit topje aan van ASOS. Deze rok van Shine en schoenen van Shine. En ik ga nu weg. Doei. Ja, we zijn lekker in Noordwijk met mijn kleine poefie. Emieltje. En het is bewolkt in Noordwijk. En het is echt super lekker weer. Mijn vader heeft gelijk. Want iedereen zat te zeiken op hem van het wordt slecht weer. Want het was net aan de regen. Mijn vader zegt nee, het wordt mooie zon. En het is mooie zon. Pap, goed zo. Het is altijd aan zee, klaart het als eerste op. Ja, het is echt heerlijk weer. Gezelligheid! Lekker stukje biefstuk. Heerlijk. Het is inmiddels avond en ik ben opnieuw helemaal geflikt. Want het is echt een stressvolle dag. Het was super leuk vandaag op het strand. Het was echt heel gezellig. Heerlijk gegeten in de zon. Ik heb niet heel veel gevlogd, want ja, ik was gewoon lekker aan het genieten met mijn gezinnetje. Nou, in mijn gezin, maar gewoon van mijn ouders en mijn broers en kind. Ik heb nu dit leuke jurkje aan van Shine, want ik ga naar een vriend toe, want die is alleen thuis. Dus we kunnen gewoon lekker feesten bij hem. Ik heb dit jurkje aan. En deze shoes. Laarsjes. En Isabel komt me ook met ophalen. En ik blijf slapen bij Isabel. En de volgende dag slaap ik bij een andere vriend. En die dag daarna slaap ik nog bij een andere vriend. Dus ik heb een huge tas mee. Maar ik denk dat ik tussendoor wel naar huis ga. Want ik heb lang de helft niet mee. Zo, ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben voor mijn gevoel echt meer dan helft vergeten. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ja. Ik denk dat ik alles heb. Ik heb echt geen idee. Ik haat het echt om spullen in te pakken. Hey jongens, het is inmiddels de volgende dag. Ik heb even zonnebril, want ik zie er niet uit. Het was gisteravond zo fucking leuk iets. Het was zo gezellig. En nou, het is niet normaal. Het was zo leuk. We hebben gewoon nog gezwommen. En we sliepen echt al. Het was helemaal licht al. We sliepen gewoon pas om 6:30 of zo. Ja. En nu zijn we onderweg voor het eten bij de Kro. En ja, vanavond weer zuipen. En lekker met onze zussen. Mooi. Lekker met de zussen. We gaan nog met de supermarkt. Hoe geweldig is dit? Dit is toch. Die kaasballen. Wat geweldig. Dit is echt van. Van Amerika, ja. Zeg maar. Dat wil je toch? Ja, dat wil je. Het is inmiddels de volgende dag. Ik ben weer helemaal gefliekt. Ik ben ook weer thuis. Want ik heb vandaag een verjaardag. Vanaf de verjaardag een café in de city. Dus ik heb deze leuke jumpsuit aan met het riempje. En ik doe er nog leuke hakken bij aan. Deze. En ik slaap weer bij een vriend vanavond met Isabel. Dus ja. Weer niet thuis. Ik slaap gewoon al 3 nachten niet thuis. Maar dat komt allemaal weer. Ik ga snel vandoor, want ik ben laat. Ik denk niet met dat. Hè? Ja! Nou, het is inmiddels... Oh, hij wil het niet. Het is inmiddels maandag. De hele weekend is gewoon... Gefeest. We zijn dood. Ja, gewoon chaos. En nu zijn we bij vriend. En gaan we weer zijn. Dat is wel een ja. Leuk man. Nou, oh ja, bedankt voor het kijken. Ik laat heel erg. Ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En zet een notificatiebel aan. Want wel, je moet wel weten. En duimpje omhoog. En abonneren. En mij vooral op Instagram.